Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 12 oktober van Weerplaza. Een band met bewolking bepaalt vandaag op veel plaatsen het weer in ons land. Vooral in het noorden en midden van het land is het bewolkt en druilerig vanochtend. In het zuiden blijft het droog en kan de zon even doorbreken. Vanmiddag zien we dezelfde verdeling. En dan wordt het met bewolking en nattigheid in het noorden niet warmer dan 13 graden. In het zuiden, in Limburg en in Brabant, kan het 19 graden worden en blijft het de hele dag droog. Daarbij waait een matige westelijke wind. Vanavond draait de wind naar het oosten en is het vooral in het midden en noorden nog steeds nat. Morgen ziet het er anders uit. De zon schijnt geregeld. Er kan nog wel een enkele bui vallen in de ochtenduren. Ik verwacht de meeste nattigheid in de loop van de middag en avond. En dan kan er onweer bij een enkele bui voorkomen. Met 19 tot 23 graden is het een stuk warmer dan vandaag. Maandag en dinsdag kunnen er nog een paar buien vallen. De temperatuur ligt maandag aan de frisse kant met 14 tot 17 graden. Dinsdag dicht het kwit rond de normale waarde. En woensdag dan blijft het droog. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.